Maar nou, hoi Berend. Hoi We hebben Mark. al eventjes gepraat met elkaar. Jij hebt aangegeven dat je graag wil praten over non-dualiteit. Ik heb jou, denk ik, een half jaar geleden of zo. Ontmoet. Kennis laten maken. Geprobeerd te laten maken met het boek Wonderlijk Vrij van Rosemarijn Roes. Een boek ja, waarvan wat ik zelf erg goed vond. En toen zei jij iets in de trant van ja, maar kom daar over 10 jaar nog maar eens mee of zo. Want ik ben hier helemaal niet aan toe. Oh ja. En tot mijn verrassing begon je er toen afgelopen week weer over. Dus ik ben benieuwd hoe dat tot stand kwam en ja, en ook waar je het dan over wil hebben. Hoe het tot stand is gekomen dat Ja, of hoe jij. als je eenmaal hebt ervaren welke wereld er verscholen ligt achter gewoon het dagelijkse doen, dat er een ja, om het in mijn eigen woorden te zeggen, Ja. dat er een zuiverdere vorm van leven eigenlijk voor het grijpen ligt. Ja. Wat ik dan heb ervaren. Ja. Dit gaat nog niet zozeer over non-dualiteit, want daar weet ik niks van af. Nou, misschien net Oh. genoeg om te beseffen dat waarschijnlijk voor wat ik nu zeg, er is waarschijnlijk allemaal geen ruimte voor in de non-dualiteit. Maar wat bij mij het gevaar is dat ik helemaal op kan gaan in de dagelijkse dingen. Ja. En heel erg bezig zijn met je leventje zo goed mogelijk te polijsten. Ja, de dagelijkse beslommeringen. Ja, maar als je dus eenmaal hebt gevoeld dat er dus een variant is die eigenlijk veel ja, rijker, dieper, ja, dat doet het allemaal geen recht. Maar in ieder geval, er is dus iets anders. Dat is heel, heel lekker. En als je dan weer verliest in dagelijkse slommeringen, dan blijft dat altijd, die vonk blijft altijd een beetje knetteren in je achterhoofd. En soms is het heel ver de achtergrond. En soms Ja. wat meer op de voorgrond. En dan als je die vonk weer eens een keer opmerkt, dan, bij mij is het altijd van, ja, Jezus, waar ben ik eigenlijk mee bezig, hè? Waar ben ik eigenlijk mee bezig? Ik zou me veel meer daarop moeten richten. Ja. En ja, het is in mijn geval gaat het dan veel over de ervaring die ik heb. En dat is de Vipassana meditatie. En de soort van daar het gedachtegoed omheen. Ja. Dus dat. En toen dacht ik, ja, waarom niet non-dualiteit? Dat wil ik ook wel eens een keer horen dan. Ja. Ja, want Ik schaar tijdens dat onder dezelfde noemer. Vipassana beoefening of retraite heb jij gemerkt dat iets wat voelde als een andere vorm van in het leven staan of zo dan Ja. het dagelijks bestaan. Ja. 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 Ja, non-dualiteit is een woord ja, wat ik eigenlijk zelf nooit gebruik. Of zelden gebruik, maar dat is wel waar het onder welke noemer het valt. Omdat non-dualiteit, dat betekent natuurlijk geen twee. Dus alles is één. Dus zowel degene die zoekt als het gezochte. En ja, gewoon alles is alles. En ja, eigenlijk kun je dan gewoon stoppen met praten erover. Ja, maar
jij weet natuurlijk wat, voor zover er iets te weten valt. En jij zei ooit van, je hoeft het niet te kunnen, moet het niet willen begrijpen. Want degene die dat probeert te begrijpen is dat ikje. En zodra je het poogt, ben je eigenlijk al klaar. Nou ja. Maar jij zegt, ja, dan hoef je er dus niet over te praten. Maar dat zeg jij nu, omdat je weet er al wat. Ja, hoe zeg je dat? Je bent je meer bewust ervan, denk ik. Dus voor jou is dat makkelijk. Maar ik weet natuurlijk nog. Ik denk, als we er niet over kunnen praten, wordt het wel heel kaal. Ik kan niet zomaar aanvoelen wat dat precies dan inhoudt. Nee, dat is dus de grap. Het is onmogelijk om het in woorden te vatten. Ja. En toch kan er heel veel en heel lang en urenlang over geluld worden. En dat is. Ik weet niet, ik vind het heel prettig om erover te praten. Ook al weet ik dat het geen enkele zin heeft. Maar wat ik dan andere mensen heb horen zeggen op YouTube, is dat. Dat buiten de woorden om kan er toch een soort van energie ontstaan, waardoor een bepaalde shift of zo plaats kan vinden. Maar in ieder geval, dit wordt al best wel weer heel technisch, vind ik zelf. De grap is eigenlijk dat er niemand is om iets te begrijpen. Mm-hmm. En wat jij net zei van, wat zei je nou precies? Ik doe zus en zo en dan ben ik eigenlijk alweer klaar. Oh ja, van als ik het dan probeer te begrijpen. Nee, jij zei dat ik tegen jou had gezegd. Ja. Van je moet niet proberen om het te begrijpen, want dan ben je er alweer klaar mee. Dan snap je, weet je wel, dan zit je er niet meer in of zo. Maar het is dus onmogelijk om er niet in te zitten. Want het is. Het is alles. Het is alles. Dus ook de weg kwijt zijn of iemand die denkt van, nou, ik snap er helemaal geen zak van, dit en dat. Dat is het ook. En het gaat er dus vanuit eigenlijk dat de hele verschijning, het gebeuren, is magisch en onverklaarbaar. Wat bedoel je dan met de verschijning? Alles. Gewoon. Wat je nu voor je ziet of wat je voelt of dat je iemand bent of geluiden, kleuren, bla bla bla. Het is één grote trip eigenlijk, waarvan niemand weet wat het is, waarom het er is, waar het is, wat de bedoeling is. Niemand weet het. En dit zijn precies de dingen waar ik in mijn 30er jaren en ook in mijn 20er jaren, denk ik, heel depressief van was. Mm-hmm. En nu is het juist de bevrijding. Van het is dus niets. Het zijn geluiden en het zijn. Dat zeg je net van, zeg je geluiden? Nee. Het verschieten van kleuren? Nee, ja. Het belangrijkste eigenlijk. Mm-hmm. Wat er dan schijnbaar gebeurd is in mijn schijnbare leven. Ja, sorry, je gaat iets aan, ja. Sorry. Ja, hij zit intussen porno te kijken of zo. Maar niet uit, ja. Maar in ieder geval, het zoeken is gestopt. Dus er is gezien dat er is niet. Kijk, een mens is altijd op zoek naar een betere situatie. Weet je wel? Van, ik ben op weg ergens naartoe. Straks woon ik daar. Of ik ben nu aan het studeren voor dit. Of. Een mens, er zit een voortdurend zoeken in elk mens, denk ik, bijna. Er is altijd iets compleet. Wat lijkt het? Ja, nee, het
Ik denk, je hoort, het lijkt nu waarschijnlijk alsof ik allemaal dingen zit te doen, maar het zijn gewoon dingen die afgaan op mijn Ja. telefoon. Nee, ik was het alweer vergeten. Sorry. Oké, maar goed, ik luister, ja. Dus dat zoeken, dat zit in elk mens. De ene die gaat dan dus Vipassana doen, en de ander die wil per se de allernieuwste iPhone aanschaffen, weet je wel. Ja. Zodra die uitkomt. En er is altijd die onrust, dat zoeken van ergens naar op weg, want we gaan het leven beter maken of zo. Ja. Het is nooit hier, zou ik maar zeggen. Al is er natuurlijk geen hier, maar er ontbreekt altijd iets, er mist iets en er moet ergens iets aan gedaan worden. Ja. En dat zoeken hoorde ik Rozemarijn Roes vanmiddag nog zeggen, dat is eigenlijk het lijden. Ja. Omdat het dan ja, het is natuurlijk een gebed zonder eind. Want Ja. het komt er nooit. En ik weet niet, de volledige hopeloosheid van dat zoeken is op een of andere manier duidelijk geworden. Ja. Maar, en nu is dat soort van weggevallen. En er is alleen nog maar, ja, dit. Ja. Er is geen. Ja. Je kan geen kant op, zeg maar. Het lijkt wel alsof je allemaal dingen kunt beslissen om je leven te verbeteren of te verslechteren. Maar dat is allemaal schijnbaar. Ja, en hoe en waar zit dat dan in, dat het schijn is? Want hoe zit dat, stel van eerst leef je op straat en zit je in de regen en dan regel je het zo dat je toch een huis kan hebben? Ja, dat lijkt alsof je dat regelt. Ja. Maar er is. Ja, ik ben even de draad ook kwijt hoor, omdat er Nee, maakt niet uit. mensen in het trappenhuis lopen te roepen. Ja, nee, maar ik zit toch smerige filmpjes te kijken ondertussen. Oké, ja, ik heb je op een idee gebracht. Natuurlijk, ja. Nee. Dit is een grapje voor de luisteraars. Ik vind Nee, wel ik te. luister, maar ik snap ergens. Kijk, dit is natuurlijk ook, denk ik, wat moeilijk. Moeilijk wat ik misschien nu zeg. Ik weet nog dat ik een aantal jaar geleden, toen ik heel veel met mediteren bezig was, en toen, we hadden het trouwens voordat deze uitzending begon, hadden jij en ik het, Mark, hadden wij het over het geestelijk materialisme van Trungpa. Ja. Waar het gevaar op de loer ligt, dat als je je spiritueel gaat verdiepen, dat je daar dan, dat je jezelf een hele pief gaat vinden, want je hebt veel gemediteerd en je voelt je steeds beter en je ziet mensen om je heen en je denkt, oh, zij Yes. zijn nog niet zo ver als ik. Precies, Nou, ja. dat had ik dus een paar jaar geleden, had ik dat dus ook met mijn beste vriend. Dacht ik, oh ja, hij heeft dat in zich nog niet. Nee, hij En ik snapt zeg het. van ja, want hij was vrij materialistisch en allemaal met dat hij allemaal een lekkere dikke keuken moest en spullen en geld. Toen begon ik dus inderdaad een beetje dat prediken zo van ja, je hebt niks nodig, want dat is een soort valkuil waar je in gaat van allemaal dingen willen en vergaren, maar dat stopt nooit, dat willen en dat vergaderen. Vergaderen. En toen zei hij ineens, oké, maar dan kan je dus ook als je ergens in Tokio op het station een huisje hebt van 2x2, een kamer van 2x2, kan je dus eigenlijk ook gelukkig zijn. Zei hij. En ja, daar moet ik aan denken, want ik net tegen jou zeg van ja, maar stel je bent een dakloze en je gaat opeens op zoek naar een manier om een huis te krijgen en je krijgt een huis, dan gaat je leven er toch wel op vooruit. Dat zijn denk ik moeilijke. Daar worden mensen die, tenminste laat ik het zo zeggen, ik werd toen door mijn vriend even een beetje schaak gezet of zo. Snap je dat je, oh ja, kut, nee, Ja. hier kan ik me even niet uitlullen of zo. Ja, ga mijn Nee. theorie. Ja. Of mensen komen met, hoe heet het, de Holocaust en concentratiekampen aanzetten en zo. Oh Ja, er wordt ja. altijd gezocht naar extreme. Ja. Maar
Het ding is dus dat er niemand is. Dus alles gebeurt vanzelf. Ja, ja, oké. Okay. Ja, toen was die stil. Dus, ja. Er is niemand, alles gebeurt vanzelf. Het leven... Zou je dat dan willen, zou je het woord illusie dan in de mond willen nemen? Dat je dan, dat de illusie van het, dat je denkt dat je iets of iemand bent? Ja, er is, ja. Als je het zeg maar plastisch wil zien, dan is de hersenen creëren een verhaal dat er iemand is. En omdat onze maatschappij, of weet ik veel, onze directe omgeving daar ook is op is afgestemd, dus daar zijn ook allemaal schijnbare iemanden enzovoort, ja, wordt dat gewoon voor waar aangenomen. Maar eigenlijk is er niemand. En gebeuren dingen, ja. Je ziet gewoon de hele dag poppetjes allemaal dingen doen. Inclusief, tussen aanhalingstekens, je eigen poppetje. Ja. Op ideeën komen, dingetjes opschrijven, plannen maken, enzovoort. Maar het gebeurt eigenlijk vanzelf. Ja. En dan zijn we dus weer terug bij waar ik mee begon met non-dualiteit betekent dus alles is één. Dus het gaat niet uit van een persoon die zich beweegt door de wereld, maar de wereld en die persoon zijn één. Ja. Er is, dit is niet zoiets als, weet je wel. En daar is natuurlijk elk ander spiritueel idee... Of idee op gebaseerd. Zo van jij bent in de war, je kunt een moment van helderheid ervaren, je moet elke dag zo en zo lang gaan zitten in die houding. En dan na verloop van tijd zul je zien dat er, weet je wel, dat je ergens naar op weg gaat. En dan op een dag is het er dan of zo. Of dan ben je alleen maar gelukkig of enzovoort. Maar er bestaat natuurlijk helemaal niet zoiets als op een dag, weet je wel. Want er is alleen maar dit, de hele tijd. En je kunt er ook niet dichterbij of verder van wegraken. En, we onderbreken de uitzending eventjes. De interviewer is met hand op de aan, dus naar het toilet gerend. Wat zeg je allemaal? Ja, als een woestijn. Ja. Ja, 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 er is alleen maar dit, ja. Maar toch, er is alleen maar dit. Ja, dat heeft natuurlijk wel enorm veel overlap met boeddhistische dingen natuurlijk. Ja, nou ja, kijk, nu wordt het tricky qua praten erover, want dit is alles. Hè? Dus er is niks wat niet dit is. Dus boeddhisme is dit. Maar ja, noem eens iets tegenovergesteld aan boeddhisme, is ook dit. Dus een overlap... En met dit bedoel jij het alles? Ja, of het niets. Want ja, hè, dat is natuurlijk hetzelfde. Ja, want alles, ja. Het heeft geen grens, alles. Je kan zeggen, ja, maar we zitten toch in het universum. Maar ja, waar bevindt dat universum zich dan? Ja, weet ik niet, weet je wel. Dus het bevindt zich nergens. Het universum
zeggen mensen dan van we zitten toch op de aarde en in een zonnestelsel, een universum. Maar ja, dan kun je dus zeggen waar bevindt het universum zich dan? Ja, weten we niet. Dus iets wat zich nergens bevindt kan ook niet bestaan. Dus vandaar dat ik het net zo goed het niets kan noemen. Of ja, een soort droom, weet je wel. Ik bedoel, je kunt het ook vastnoemen, maar nou ja, het blijft problematisch. Uiteindelijk kun je er elk woord aan geven, omdat elk woord verwijst naar niets. Dus je kunt het ook Punica noemen. Of walvislever. Of vouwwagen. Of vouwwagen, precies. En daarom, omdat alles dus, als het allemaal één is, ja, welke weg kun je dan afleggen in datzelfde één ding? Dit, het bestaan, het gebeuren. Dat kan alleen maar een schijnbare weg zijn. Het kan alleen maar lijken alsof je ergens dan terechtkomt waar het beter is of anders of weet je wel, maar hoe heet het? Hoe noem je dat nou? Dingen als termen, als goed of slecht, zijn ook alleen maar ontstaan gebaseerd op het overleven van een ik, van een poppetje in die wereld. Zo van wat is goed voor mij, wat is slecht voor mij. Maar als er dus geen ik is en geen afgescheiden iets van iets anders, dus met andere woorden als alles één is, ja, waar moet het dan van voor beschermd worden? Leeft het wel? Is het dood? Wat maakt het uit? Als leven en dood hetzelfde is, als er geen dualiteit is, dan, ja, dan houdt dat ook op, zeg maar. En dat betekent niet. Dat betekent niet dat er dan, hè, want mensen die op een spiritueel pad zitten, ergens naartoe of zo, ja, die zijn toch vaak allemaal bezig met verlichting of meer helderheid of wat dan ook. En dan automatisch denk ik dat de meeste hersenen daar een beeld bij vormen. Van, oh, dan ben ik altijd gelukkig of dan voel ik me nooit meer in de war of dit of dat. Maar ook in de war zijn is het dan ook, zeg maar. Ja. Ja, kan je zijn, ja. Ik vraag me af, een beetje misschien rare vragen, maar of misschien praktische voorbeelden. Casi uit de praktijk. Ja, het is heel moeilijk te volgen natuurlijk voor mij, omdat ik het niet... Het voelt als iets wat even klik moet zeggen. Hè? Ik bedoel, los van het feit dat het natuurlijk nooit helemaal kan klikken, want er is niks te klikken. Nee. Maar laat ik het zo zeggen, ik zou het lekker vinden als ik het als waarheid in mijn hart kon ervaren, maar het is nu, is het nog heel erg mistig. Ja. Waar ik naar kijk, dat is helemaal niet iets waar jij verantwoordelijkheid voor moet voelen, hoor. Nee, nee. Maar het is, ja, ik heb ooit, ja, ik had nog even terug naar die Vipassana meditatie. Dus als je dat dan doet, dan zegt die gozer, die zegt dan 10 dagen lang, heeft hij dan allemaal verhalen. En dan, een van de dingen is dat hij blijft zeggen van from moment to moment, from moment to moment. Dus elk moment is eigenlijk weer een nieuw, ja, een nieuw stukje dit, weet je wel. Mm-hmm. En op een gegeven moment had ik vrij veel gemediteerd, of in ieder geval gemediteerd.
En toen begreep ik dat ineens. Dat met elke uit, of ik begreep dat, laat ik zo zeggen, ik begreep het niet, maar ik voelde het, ik ervaarde het. Ik ervaarde het. Dat is met elke ademhaling is weer een nieuw moment. En wat daar dan het gevolg van is, is dat, om misschien een kleine overlap te trekken naar wat jij zegt, is dat er dan geen, ja, waarom zou je ergens aan vasthouden? Of waarom zou je ergens naartoe willen? Ja. Ja, dus nou goed. Nou ja, en het is dus nog erger. Er is niemand om ergens naartoe te willen. Ja. Het leven, of ja, hoe je het dan dus ook wil noemen, het niets, het alles, het gebeuren, speelt zich af. Er is ook niet zoiets als tijd eigenlijk, want het is nog nooit volgende week geweest, weet je wel. Het zijn allemaal mentale concepten. Ja, gisteren zus en zo. Of ja, ik heb toch dit en dat meegemaakt. Maar goed, dan gaat er een filmpje spelen. Het is altijd dit. Ja. En nou ja, plaats dus is ook onduidelijk. Waar we zijn. En wie we zijn is ook onduidelijk. En... Ja. Kan jij voor jezelf spreken van een moment van... Ik vond het woord verlichting, vind ik bijna... Ik kan het bijna niet in mijn bek nemen, maar ik heb het nu al gedaan. Is er voor jou een moment geweest dat dit alles... een soort van... Dat je opeens één werd met het nee, met de stof. Ik heb, niet echt. Ik heb soms ook het idee van ben ik nou één geworden met de stof of doe ik alsof? Of denk ik alleen maar dat ik één ben geworden met de stof? Maar dat is allemaal hetzelfde, omdat er dus, het is al zo, zeg maar. Er hoeft niks gedaan te worden door een schijnbaar individu om één te worden met de stof. Ja. Want het is al zo. Ja, snap ik. Dat is een hele goeie, dit soort gesprekken. Ik kan de hele tijd zeggen, dat snap ik. Ja, ja. Ja, dat hoor ik graag. Maar het is een paradox dus in die zin, want als er niemand is, dan is er nog steeds een schijnbaar iemand die wil ervaren dat hij er niet is, weet je wel? En dat kan natuurlijk niet. Nee. Maar toch moet er iets gebeurd zijn waardoor je dit aan een ander kan vertellen. Ja, het is vanzelf... Het is vanzelf zo gegaan. Ik bedoel, ik kan wel een verhaaltje vertellen. Er is wel een herinnering van hoe het is gegaan. Omdat ja. Ik dus via iets kreeg toegestuurd over Hans Laurentius. Dat is dus een Advaita-man in ergens in Brabant zit hij volgens mij. Die houdt satsangs. En... die worden opgenomen en die staan op YouTube. En toen kwam de een na de andere naam daaruit voort. En je hebt dus non-duality Zoom talks. Dat was tijdens de lockdowns en zo. Gingen mensen dat steeds meer online doen. En op een of andere manier stopte ik niet met dat aan te zetten. Dat ging dus vanzelf, hè? Want
Die vriendin van mij, die zei van, kijk, moet je dit eens kijken, is wel leuk en zo. Maar ja, die had er op een duur weer genoeg van. Maar ik bleef maar doorgaan. Het was obsessief, zonder dat ik wist waarom natuurlijk. En ik vroeg me ook toen af, toen ik daarna keek, van wat raar eigenlijk, dat als dan iemand schijnbaar erachter komt dat het allemaal één is, dat hij dan op YouTube een kanaal gaat beginnen en daar dan over gaat praten. Terwijl die weet dat het toch allemaal al één is, dus waarom zou je dan niet bestaande mensen dat willen vertellen, weet je wel? Maar Nu spreek je dus over Hans Laurentius. bijvoorbeeld. En anderen, dus Rosemarijn Roes, die dus dat boek later heeft geschreven. En Tony Parsons, dat is eigenlijk de grote, de bad guy die het allemaal begonnen is, zou ik maar zeggen. Die zit daar ergens in Engeland. maar ja, dat gebeurt dus ook gewoon. En toen ik daarna luisterde, naar die talks, dacht ik van, nou, ik kan me echt niet voorstellen dat ik ooit daarover zou gaan lullen en het dan op YouTube zou zetten. Maar dat gebeurde dus ook op een gegeven moment. Leuk. Ja. En ja. En wat ook leuk is, is dat er gewoon, hè, er is in mijn leven dan, in het verleden, zoveel tijd en energie gestopt in van had ik het maar zo gedaan, of als ik dat had gezegd, dan was het misschien anders gelopen, of als ik die keuze had gemaakt, of die keuze. Op het moment dat er dus niemand is, ja, zijn er helemaal geen alternatieven. Weet je wel, dingen gebeuren gewoon. Het ene kan niet beter dan het andere zijn, of dat is allemaal alleen maar in het verhaal van het ik, zeg maar. En dat betekent nogmaals niet dat alles dan oké is en dat je altijd happy bent, want gefrustreerd zijn over dingen is het dan ook, zeg maar. Dus er Ja. verandert eigenlijk verder niet zoveel. Maar er valt wel een bepaald deel weg in je, ja, ik weet niet. Het is moeilijk uit te leggen. Het is een energetisch iets eigenlijk. Ja. Hey, en oké. Maar Mark, is het een idee, en als je er geen zin in hebt, vind ik het ook goed hoor, maar is het een idee Je maakt het echt heel spannend. dat je mij wat, ja, ik wou bijna zeggen dat je mij wat werkjes meegeeft. Dat ik Ja, precies. dat ik ook eens wat dingen kan kijken en zo. En dat we dan misschien nog een keer erover gaan hebben. Ja, alles kan. Alles is mogelijk. Ik heb je al die links natuurlijk al gestuurd, maar goed, dat was dan een jaar geleden of een half jaar geleden. Ja, ik weet nog wel dat je kreeg één keer iets staat van Hans Laurentius. Ja. Dat weet ik nog wel. Maar misschien, nou, doe een linkje of drie of zo. Ja. En dan zetten we het gewoon het gesprek voort daarna. Mij lijkt dat heel leuk. Ja, mij ook. Ik vind het altijd leuk om erover te praten. Zonder te weten waarom. Het heeft geen doel. Nee. Maar het gebeurt. Die woorden komen eruit. En nu bijvoorbeeld denk ik ook van shit, als ik dit op YouTube ga zetten en mensen luisteren, dan vinden ze het vast heel lame of zo. Maar ook dat gebeurt. Dat Ja. ik dat denk. Ja. Dus je bent klaar met lullen nu? Over dit onderwerp in ieder geval. Nou, ik wil er, ja, hoe paradoxaal alles ook is, Ja. maar ook dat is alles, Ook dat gebeurt. Ja. ook dat gebeurt. Ik wil er iets meer van tot me hebben genomen en dan, want dan kan ik
dan denk Ja, ik wat dat dus het meer. onmogelijk is, hè, maar schijnbaar, ja. Ja, maar toch ook om dat te kunnen zeggen. Zo van, dat is dus onmogelijk. Ik wil dat soort dingen ook kunnen zeggen, maar dat kan ik niet Ja. zomaar uit mezelf. Ja. Daar moet een beetje input, net zoals bij jou. Dus, nou, jij hebt al gezegd dat je dat leuk lijkt. Mij lijkt het zeker leuk. Dus ik denk dat we gewoon luisteraars over een week of zo weer moeten trakteren op zo'n stukje hoogstaande spirituele verkenning. Ja, spiritueel, dat is ook zo grappig. Ik weet ook helemaal niet meer wat dat betekent. Maar ja, en luisteraars zijn zelf ook uitgenodigd om contact op te nemen en erover te praten. Nou, wie weet zit er dan wel een tweede persoon volgende week. Ook dat zou kunnen, ja. Ja. Oké, dan zet ik nu de opname stop. Ja, dat is goed. Luisteraars, tot horens.